Een hele goede morgen. En vandaag heb ik weer een Sims Building. Video. Yo, kom niet uit mijn woorden. En ik wilde het in één take opnemen. Nou ja, een Sims Building video. Ik ga de challenge 4x4 doen. Dus het huis mag niet groter zijn dan 4x4 tegels. Ik heb er een hoekje afgehaald. Dus nu is die 3,5 bij 3,5. Nee, dat klopt niet helemaal. Later in de beeld ga ik in de badkamer ook een hoekje afhalen. En dan heb ik dus een heel tegeltje erbij. Maar dat zie je later in de video. Ik begin eigenlijk met het plaatsen van alle spullen erin. Dus ik doe nu de badkamer. Die gaat nog wel veranderen. Maar voor nu ben ik gewoon even aan het passen en meten dat dit erin past. Uiteindelijk laat ik ook even de sim het allemaal testen of ze inderdaad de douche kan gebruiken en de toilet. Nou, de keuken komt in die hoek. Dan gaan we. Oh ja, toen zag ik deze paarse variant. Die heb ik nog nooit gebruikt en ik vond hem eigenlijk wel lekker. Lekker hip. Het is een hippe dame die hier gaat wonen. Het is een dame. Midden in de transgen. Hoe zeg je dat? Transitie. Dus, maar ze is gewoon een dame. Dus ik vond paars een perfecte kleur hiervoor. Ik weet niet waarom. Nou, even kijken of ze kan koken. Nou, koken lukt helemaal. Toen dacht ik, oh nee, ik moet kijken of ze kan hakken. Nou, dat kan. Dat kan op dat stukje van het aanrecht. Nou, paarse kastjes erboven. Superleuk. Kleine kastje. Ja, omdat ik voor hoge muren heb gekozen, heb ik iets meer ruimte in de hoogte om te werken. Voor aankleding is dat meer dan voor echt praktische dingen. Plantje op de koelkast. Nou. Wel leuk. Moest ik even uitzoeken hoe je dingen omhoog moest plaatsen. Toen dacht ik, dit is leuk, maar dit is helemaal niet leuk. Dat zag er echt niet uit. Dus dat heb ik ook maar meteen weer weggehaald. Ja. Het is wel echt inimini. Ik heb proberen te leven met de sim in zo'n klein huisje. Maar ik vind het echt... Het scheelt heel veel kosten, hè. Dat je niet meer zo... dure rekeningen krijgt, maar het valt niet lekker. Het is niet lekker leven of zo. Je hebt niet echt ruimte. Terwijl ze wel allemaal voordelen krijgen van Tiny Living. Nou, ik wilde van de Tiny Living pakket dit bankbed, maar het lukte echt niet om niet in bed te komen. Eventjes andere dingen geprobeerd. Ik dacht misschien als ik hem helemaal door de muur plaats, maar zelfs dan. Ik kon niet in bed, dus we hebben gekozen voor een eenpersoonsbedje. Die heb ging verder goed. Nou, ging ik even testen of de badkamer werkte, maar ze kon dus niet op de badkamer. Op de wc. Oh wel. Dat kon wel. Dat had wel gekund. Maar toen heb ik toch besloten om er iets anders aan te doen. Maar eerst mijn sim maar even naar buiten te gejaagd. Kijk, hier dacht ik... Kijk, ik heb gewoon een vakje over als ik een halfje afhaal in de badkamer. Kijk, tata, dan zit ik nog steeds op 4x4. Prachtig, dacht ik. Toen had ik geen zin meer om te puzzelen. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga dit douche gebruiken. Wat ik ook iets meer vind passen bij de scenery of zo. Het is een beetje woestijn, hè, waar we wonen nu. En dan vond ik dit... Nou, bijna buiten douchen kan je het ook voor gebruiken. Ik wilde een bureau plaatsen, maar daar kon ik weer niet slapen. Dus ik ben maar voor een boekenkast gegaan. Ondertussen zijn mijn buren boos omdat ik het niet binnenlaat. Maar ja, ik was helemaal niet bezig met socializen. We zijn een tiny house aan het bouwen. Waarom komen jullie al langs? Ik ben nog midden in de verbouwing. Nou, deze kast, ik vond wel leuk om ook wat accessoires in de kast te zetten. Ja, ik ben hier een beetje voor blauw gegaan. Maar uiteindelijk is dit de kast enige wat blauw heeft. De tv zit trouwens, heb ik heel snel gedaan, maar die zit boven de deur. Je kunt hem zien hangen. Ja, en ik had hier een spleetje waar een raam kon. En precies in dat spleetje vond ik een raam dat paste. Even kijken of het precies ook in het spleetje zat.
dat? Yep, helemaal mooi. De muren komen als laatste trouwens. Ik werk als laatste kleurtje geven. Raampje daar, raampje daar. Ik ben nog best wel druk met de ramen. Ik vind het trouwens super leuk om dit soort video's op te nemen. Ik weet niet of jullie het leuk vinden om naar te kijken. Volgens mij is het best wel relaxed om te kijken. Maar ik kijk zelf dit soort video's heel veel. Mocht je het echt niet leuk vinden, laat het me vooral niet weten. Want ik blijf lekker doen. Maar mocht je het leuk vinden, dan ben ik wel heel benieuwd of ik het vaker kan maken. Als dit soort video's of andere challenges. Ik ben nu heel veel kleine huizen aan het maken. Maar ik vind het dus ook wel leuk om een keer een grote mansion te maken. Het enige wat ik hier lastig aan vind is dat ik de vorm van het huis. Ik ben geen architect en dat zie je. Dus ik ben een beetje inspiratieloos met wat ik met de buitenkant van het huis moet doen. Maar verder, binnen inrichten vind ik echt superleuk. Wij zijn nu ook op zoek naar een huisje. We zijn wel aan het reageren en aan het bezichtigen. Het is er nog niet van gekomen dat we een bod hebben gedaan. Maar Sims bevredigt mij niet voor een nieuw huis wel. Dus nu in deze barre tijden gaan we waarschijnlijk geen huis kopen uiteraard. Dus dan vind ik het wel leuk dat ik gewoon lekker een beetje kan spelen met huizen bouwen. Ik merk ook dat normaal ben ik heel erg van het spelen van de Sims. Dus poppetjes spelen. En nu ben ik juist heel erg aan het huizen bouwen en inrichten. En ik weet niet. Ik word er heel vrolijk van. Vandaar dat er wat meer dit soort video's komen. Ja, hier kun je zien dat ik echt aan het struggelen ben met de buitenkant. Ik wilde er iets leuks van maken, maar dit is niet my cup of tea, zoals je ziet. Ik denk, dan zet ik iets op het dak, maar nee. Nee, toch niet helemaal. En toen dacht ik, weet je wat, we gaan zomaar weer naar binnen. Eerst, ik moet nog planten plaatsen. Ik heb trouwens ik dacht, doe ik een hoekje in het wit, want dat zie ik dan andere mensen ook doen. Dat is helemaal leuk en bij mezelf. Ja, nu het een beetje af is, denk ik, dit is wel aardig. Als ik nu terugkijk, denk ik, ik had eigenlijk gewoon helemaal half een muur moeten doen. En dan daarboven dus het gras. Dat is best wel grappig. Je mist de kans met die, volgende keer beter. Leuke struik is dit trouwens. Die heb ik nieuw in een nieuw pakket. En daar kun je, in de struik. Ik zou er in het echt niet aan willen denken om in een struik te doen. Maar goed, in de Sims kan alles. De badkamer ga ik voor blauw. En toen dacht ik, dat is mooi met brons. Dus toen heb ik alles veranderd een beetje naar donkerbruin en brons. En daar ben ik wel tevreden over. Badkamer is leuk. Zeerol even andere kleuren ook. Brons, alles brons. Ja, ik vind het een schattig badkamertje zo. Ja, dit lukte niet helemaal. Dus ben ik aan het plaatsen, maar ik haal het wel weer weg. Dus... ik ben wel heel tevreden over de keuken. Dat ik op de koelkast die kruiden heb gezet. Dat ziet er wel echt heel leuk uit. En ook best wel realistisch. Ja, de keuken hou ik in paars. Ik moet nog een keer uitzoeken hoe ik halve vloertjes kan maken. Weet je wel, dat je een triangle hebt. Want dat was hier iets mooier geweest. Maar verder helemaal leuk. En dan een leuk schilderijtje. Dit vind ik sowieso een leuk schilderij. Dit is een schilderij wat wij in huis ook hebben. Alleen staat er dan... Terminator op, hoe heet hij? Arnold Schwarzenegger. Conker. Ja, en dat was het eigenlijk. Helemaal klaar. Ik vind het een leuk huisje. Even een rondje draaien. Leuk huisje toch? En het past precies in de 4x4. Dus helemaal blij mee.